Ik ben Remo Knops, ik ben sinds 2005 lid van de Tweede Kamer. Ik hou me vooral bezig met defensie en buitenlandse zaken. Daar heb ik ook expertise in. Als oud-militair ben ik uitgezonden geweest en ja, weet ik wat er speelt in de wereld. Tegelijkertijd ben ik ook Kamerlid uit Limburg. En in de weekenden maak ik gewoon onderdeel uit van de samenleving die daar is. En dat is ook heel belangrijk. Hoe gaat het nou met de middenstand heen, Horst? Ja, ik denk dat we helemaal niet mogen klagen in Horst. We hebben de ijsbaan, we hebben braderieën en er komen toch tienduizenden mensen heen naar het dorp. Ja, zeker. Ja. We zeggen altijd ondernemers, als we dit samen doen, dan kunnen we net zo goed stoppen. Ja. Verenigingen zijn de basis van een dorp. Ja. Kijk, mensen willen elkaar ontmoeten, willen gesprek met elkaar aangaan, willen sporten, bezig zien. En verenigingen met een beetje de vrijwilligers die eraan vasthangen. Dat is de basis voor ieder dorp. Ja. Als voorzitter van de Defensiecommissie van de NAVO ontmoet ik een aantal keren per jaar collega's uit alle westerse landen. En daar spreken wij heel concreet over het aanpakken van problemen, zoals bijvoorbeeld de terreur in het Midden-Oosten, waardoor mensenrechten geschonden worden, hoe dat kunnen stoppen. En ook al kunnen we maar een klein beetje doen om de situatie van die mensen daar te verbeteren, dan hebben we weer wat bereikt. En dat is ook de plicht die je als politicus hebt. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, hallo. In mijn werk als Tweede Kamerlid hou ik me veel bezig met problemen in de wereld. Ik heb helaas veel ellende gezien. Maar als ik dan in de weekenden thuis kom en ik sta langs het veld mijn kinderen aan te moedigen bij het voetbal, waar ik ook al jarenlang als vrijwilliger actief ben, dan realiseer ik me hoe waardevol het is dat zij in vrijheid kunnen opgroeien.